best wel wat aan het veranderen in de wereld der elektrische auto's. Want als je een jaar of 4, 5 geleden een middenklasse zocht, elektrisch, was er niet veel keus. En nu, ik zit in de IONIQ 6. Auto verkrijgbaar vanaf €45.000 met een ongeveer 55 kWh accupakket. Kijk je dan wat er nog meer verkrijgbaar is in die range. Voornamelijk ook daarboven hè, qua prijs. Want de versie waarin ik nu zit is de 8-wiel aangedreven variant met een 77 kWh accu. Een interessante auto. Deze vanaf een 1060. Ietsje minder kan ook, maar er zitten wat minder op en aan. Maar terug naar die prijsrange. Een Audi Q4 e-tron, zeker. Een Tesla Model 3, absoluut. Ja, als je nou denkt, wat horen we nou? Deze auto denkt met je mee. Hij denkt met je mee. Bij Hyundai willen ze heel graag dat jij, als jij een Hyundai aanschaft, veilig op de bestemming aankomt. En niet één keer, maar altijd. Zekers. En dan hebben ze wat dingetjes bedacht, dat ga ik heel veel uitzetten. Ze hebben bijvoorbeeld bedacht dat als je harder rijdt dan de toegestaande snelheid, dat je een piepje krijgt. Deze even uit. Zo. Goed zo. Heel fijn. En nou pleit ik hier niet voor collectief te hard rijden. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat je iets te hard rijdt. En dan ziet hij dat vanwege de verkeerd bordherkenning. En dan zegt hij wel, ping, ping, even nadenken, budding. Nou goed, dat doen we dus nu. We waren bij de concurrentie. Een BMW i4, zeker, vergelijkbaar met deze. Ik noemde hem al, de Tesla Model 3. Maar wat dacht je van de NIO ET5? Komt er binnenkort aan. Zijn allemaal midsize elektrische auto's. Ja, er is dus keus. En waarom dan gaan voor zo'n Hyundai IONIQ 6? Het zou kunnen zijn dat je valt voor het uiterlijk. Het is heel erg gevormd door de windtunnel. Want een CW-waarde van 0,21 is echt ontzettend goed. En ik denk, slechts mijn bescheiden mening, hè, dat de komende jaren een hele lage luchtweerstand absoluut de route is naar een grote actieradius. Bij Lightyear, je weet het, hebben ze dat ook bedacht. Die was overigens, was nog beter gevormd in de windtunnel. Want nog lagere CW-waarden, maar die auto die gaat niet komen. Mercedes, zeker, een EQS, doet het ook heel goed. Zelfs een fractietje beter nog dan deze IONIQ 6. Maar goed, die auto is dan ook 2 keer zo duur. Maar een lage luchtweerstand, dat creëert inderdaad een laag verbruik. Maar een laag verbruik zorgt er weer voor, zeker in combinatie met een redelijk grote accu, dat je mooi ver komt. 600 kilometer. Geef eens op voor de IONIQ 6. Nou, is niet zo heel verkeerd. Wat dacht je van een verbruik, hè? Ik zit nu zo op de 21 kWh per 100 kilometer. Zeg ik er meteen bij, dat is niet representatief. Dat is heel het optrekken, snel, vanwege het beeld hè, wat we nu aan het maken zijn. Ik reed er vanmorgen mee, heb ik hem gereset. En dan zit je zo rond de 16, 17 met een hele normale rijstijl. Dus dat is keurig, keurig. Even terug naar die vormgeving. Hè. Hij is gevormd door de wind. En dat heeft natuurlijk een consequentie. Maar als je nou de meest optimale auto tekent, even los van mooi of gunstige aerodynamica, dan is dat een soort vierkante auto. Want dan heb je natuurlijk de beste indeling. En toch, als je hem dan van buiten ziet, dan denk je van, nou, hoe zal dat binnen zijn? Ga je er achterin zitten, is het helemaal niet verkeerd. Veel B-ruimte. We hebben natuurlijk dat dikke accupakket. De auto is niet zo hoog. Niet zo hoog als een IONIQ 5. Dus dat merk je ook. De interieurruimte is gewoon een beetje gekrompen. Je kunt dus niet zo laag zitten. Voorin laag genoeg. Pauze nemen, zegt hij. Ik zit gewoon lekker met jullie te kletsen, dus gewoon wel even. Achterin merk je dat een beetje doordat je benen wat omhoog getrokken zitten. Maar dat is qua interieurruimte echt goed. Hij lijkt op een liftback, hè. Een liftback is eigenlijk een soort hatchback, maar dan met 5 deuren. Maar het is een sedan. Die kofferklep is wat kleiner. Dus dat betekent dat de toegang tot de bagageruimte ietsje beperkter is. En de bagageruimte zelf is niet vreselijk groot. Ik denk dat het groot genoeg. Ik weet niet hoe het bij jullie is de laatste jaren. Of je heel vaak op pad bent geweest dat je dacht, ik kan niet genoeg meenemen. Hoe moet ik dat nou doen? Nou, ik heb het eigenlijk nooit. Nee.
technisch leunt de 6 van Ioniq natuurlijk redelijk sterk op de 5 of andersom. Maar ze delen componenten, onder andere het 800 volt laadsysteem, dus razendsnel laden. Moet je wel eventjes, dat is belangrijk, je maakt een lange rit, of een minder lange rit, maar je wil in ieder geval aan een snel laadpunt gaan staan. Moet je hem eventjes opzoeken, kan heel gemakkelijk hoor. Je tikt op EV en dan op het stekkertje en dan neemt hij allerlei opties, geeft hij je. Maar dan tik je hem aan, Shell Recharge bijvoorbeeld. Op het moment dat je die aan hebt getikt, gaat de auto je daar naartoe brengen en dan gaat hij ook de accu preconditioneren. Dus hij zorgt dat die accu op de juiste temperatuur komt. En dan laad je dus met maximaal 220 kilowatt. Dus echt serieus snel. Het geprobeerd, lukt ook gewoon hoor. Eigenwijze gasten hoor, die Koreanen. En eigenwijs zijn is goed, want er komen vaak hele mooie dingen uit. Maar neem deze. Heel handig, zo'n la. Oh, sorry Rob, was dat je knieschijf? Dat bedoel ik. Hij is heel groot. Die handschoenen laden. Maar wel even voorzichtig openen, anders heb je ruzie met degene die naast je zit. Ja, en ik heb er nog een. Kijk, deze. Ik weet niet of je hem zag. Even terugleggen. Draadloos laden, hartstikke fijn. Je ziet ook dat hij het doet, dat is ook wel fijn. Hè? Want je hebt altijd zoiets als je hem erop legt en doet hij het en haalt hem eraf. Ja, dan doet hij het niet. Dus, maar dit, op het moment dat hij een bocht maakt, glijdt hij er vanaf. Ja. Hier zit de bediening van de ramen. Dat is op zich niet slecht. Maar Franse auto's, lang geleden, die hadden dat ook al. En ik snap het eigenlijk niet zo goed, want er is hier ruimte genoeg. Maar er zal vast een gedachte achter zitten. En het went wel hoor, heus. Wat ook went zijn de spiegels, die geen spiegels zijn, maar beeldschermen. Links en rechts. En dat is een keus, kost 1500 euro ongeveer, optioneel dus. Kun je wel doen, kun je ook niet doen. Ik denk dat ik het misschien zou laten voor wat ze zijn. Maar zeg ik er meteen bij, het heeft ook absoluut een voordeel. Want de rechterpersoon, als die uitstapt, moet je natuurlijk altijd even kijken of er een auto aankomt of iets anders. En dat kun je doen in de spiegel. Maar de spiegel staat zo ingesteld dat hij er altijd al zo helemaal omheen moet buigen om te kunnen kijken. Nou, nu kijkt hij in dat scherpje. Dus het heeft ook een toevoeging op het gebied van veiligheid. Los van het feit dat ze niet spiegelen, niet verblinden, een veel breder beeld geven, een veel breder beeld schenken. Dus je ziet ook uiteindelijk meer als je er althans in kijkt. Dus kies zelf maar wat je wil, ja of nee. Een beetje plasticachtig, geen klepje op de bekerhouders. Maar kijk hier eens, dat is echt zo handig. Zo'n mega ruimte waar je van alles en nog wat in kan gooien. Hier een dikke rubber mat, dus het blijft ook nog wel redelijk stil liggen. Ik vind dat zo handig. Aflegruimte, het is belangrijk. En dan hier een ouderwets USB. Zeker, ja, je hebt namelijk nog heel veel van dat soort draadjes. Maar hieronder hebben we gewoon de USB-C. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, hè? Of jullie veel online bestellen, online kopen. Ik doe dat wel. Maar toen dat een jaar of 10 geleden een soort van normaal werd, hadden heel veel mensen gezegd, maar dat doe je toch niet, je gaat toch naar de winkel, bla bla bla. Nou, precies hetzelfde is nu eigenlijk gaande bij de dealers, hè? Bij de autodealers. De meeste merken, zeker de merken die we al heel lang kennen, daar kun je gewoon nog lekker fysiek naar die dealer. Dan krijg je slechte koffie. Of misschien ook wel goede koffie. Dat zou ook kunnen als het een hele aardige dealer is. En dan ga je daar kletsen en praten en leuk. En uiteindelijk bestel je een auto. Nou ja, dan hebben ze een ding gekocht. Nou, het kan ook anders, hè? Dat weten jullie inmiddels. Het kan ook online. De merken die ik zojuist noemde, hè? NIO, Tesla, die zijn daar heel sterk in. Het zit in hun karakter. Je koopt zo'n ding online en als je heel graag wil kun je nog ergens naar een experience zetten, maar noodzakelijk is het niet. Link & Co, precies hetzelfde en zo zijn er meer. Bij Hyundai kun je ook online bestellen, ziggers, maar je kunt ook gewoon lekker naar de dealer. En daar zijn er behoorlijk wat van. Dus voor de jonge koper, ik kan me voorstellen dat hij dat misschien liever online doet, omdat hij nou eenmaal gewend is. Hè? En voor de oude koper, die gaat gewoon lekker op de koffie bij hem in de stad. Lekker comfortabele auto wel. Mooi afgestemde wielophanging. Besturing is licht, zoals bij al die auto's tegenwoordig is. Maar de componenten, het regenereren, zit met flippertjes achter het stuur. Alles is... Ja? Maar accu is leeg. Meen je dat? Voor mijn camera. Echt? Oh. Nou ja, dat maakt niet uit. We hebben hierachter gewoon een 220. Dat kan hier gewoon in, hè? Nou, dan gaan we dat vehicle to load. Ja. Ja. Oh, top.
Kijk, hier zit de stopcontact erop. Ja. Oh ja, kan ik wel even doen. En hup. Goed, onder de streep. De Ioniq 6. Het is niet makkelijk voor een autofabrikant om echt onderscheidend te zijn, hè? Dat is natuurlijk moeilijk. Je zit vast aan een aantal componenten. Elke autofabrikant die elektrische auto's bouwen, die zitten daar aan vast. En ja, zorg maar eens dat je daar binnen dan dus... Nou goed, dat doen ze. Dat doen ze bij Hyundai. Hij is comfortabel. Hij is functioneel. Er zit veel op en aan. Hier en daar een klein irritatietje. Dat mag. Maar hij is onderscheidend op het gebied van aerodynamica. En dus, die aerodynamica is zo gestolen worden. Dat zal wel. Boeit je niet. Maar het resultaat daarvan, dat telt. En dat resulteert dus, die CV-waarde van 0,21, in een praktische actieradius. Als je een beetje normaal rijdt, 480, 500 kilometer in de zomer, zekers. En dat is wel, dat is gewoon interessant, dat is fijn. En overigens, dat lage verbruik, wat het gevolg is van die goede aerodynamica, dat resulteert natuurlijk in een iets lagere brandstofrekening. Want tot voor kort boeide ons dat niet zo. Want die energierekening die was toch wel laag. Met 2,23 cent per kilowattuur thuis. Ja, daar is omhoog gegaan. Nou, als dan het verbruik van die auto omlaag gaat. Hé, hey, kun je een beetje compenseren. Ioniq 6 van Hyundai. Per direct leverbaar overigens.